De machtigste vrouw ter wereld verlaat het politieke toneel. In december neemt de Duitse bondskanselier Angela Merkel afscheid als voorzitter van haar partij. En bij de volgende verkiezingen stelt ze zich niet meer verkiesbaar. Ze heeft de partij moderner gemaakt, ze heeft de partij ook linkser gemaakt, aantrekkelijker voor vrouwen. Je zou kunnen zeggen dat Merkel in staat is geweest toch om die crisis die zich aandiende vanaf 2008 en die eurocrisis, om die enigszins te kanaliseren. Maar de manier waarop zij de vluchtelingencrisis heeft aangepakt, haar open grenzenpolitiek, laat Merkel uiteindelijk een verdeeld Europa achter en een verdeeld Duitsland ook, met een rechtspopulistische partij die populair aan het worden is. Dus de waardering zal niet onverdeeld positief zijn. En het is maar de vraag of de Europese Unie bij elkaar kan blijven. Robert, ja. Heftige woorden. Hoe kijk jij hiernaar? Nou, hij heeft wel een punt. Kijk, Merkel heeft natuurlijk in de eurocrisis en in het formuleren van een antwoord van Europa tegen Poetin tijdens de Krimcrisis in 2014, heeft zij het goed gedaan. Maar met de uitspraak "wir schaffen das" in 2015 op het hoogtepunt van de migratiecrisis, heeft zij haar hand overspeeld. Omdat zij misschien wel iets sympathieks zei, maar het operationeel helemaal niet kon waarmaken. Duitsland is daarna geconfronteerd geweest met een influx van 1 miljoen vluchtelingen. 2 jaar, 2015-2016. Andere landen kwamen ook onder druk te staan. En dat heeft haar toch een blijvende kras op haar ziel bezorgd en op haar politieke blazoen. En zij heeft ook hiermee de oppositie letterlijk in het zadel geholpen. Met andere woorden, een erfenis waar ze nu mee zit. En ze... Er was geen uitweg ook meer door die slechte verkiezingsresultaten. En als we het nou wat breder trekken naar heel Europa, is Europa daardoor minder stabiel geworden? Je zou kunnen zeggen dat Europa verzwakt is. Want vergeet niet, Merkel had samen met Macron een agenda om de eurozone te hervormen op het gebied van defensie en op het gebied van de migratie, grenswachten, kustwachten. Nou, met name op het eerste punt, hervorming van de eurozone, denk ik dat Macron nu alleen komt te staan. Plus het feit dat de Europese Unie sowieso onder druk staat. In Polen, in Hongarije, in Italië. Maakt dat het beeld niet sterker. En voor Nederland geldt, wie krijgen we ervoor in de plaats? Ja. Want vergeet niet, Rutte had een goede band met Merkel. Ja, Angela, toch heeft Angela jarenlang een van de grootste landen van Europa natuurlijk geleid. Was jij fan van haar? Nou, fan weet ik niet. Ik vond het ook altijd heel vervelend als collega's Angela tegen mij zeiden. Nee. Als grapje. Nee, maar ik vind haar wel een... ik vind het een verschrikkelijk woord, maar wel een rolmodel. Een vrouw die zo lang een land leidt. Ja, die hebben we niet zo heel veel in de wereld. En en ik vond het ook ze straalde altijd iets moedelijks uit. Ja. Voor het land, voor Europa en iets heel degelijks, ja, ze vond ik. Ook een hele gewone vrouw. Je zag haar wel eens op zaterdagochtend gewoon in de rij staan bij de slager in de Friedrichstrasse met een plastic zakje. Dat had ze ook, zeg maar. Wachtend op het koopje van de week. Een hele gewone vrouw. Of met die bergschoenen in de zomer en dan lopen door de Alpen.